Hi guys, I'm Denise en welkom bij een nieuwe aflevering van Fashion Dilemma's. En naast al jullie fashion dilemma's staat de fashion break en de stelling deze aflevering in het teken van botox, fillers, lippen opspuiten. Want ja, YouTube Nederland staat er vol mee en het is een beetje een onderwerp wat heel erg aan het opkomen is. Veel YouTubers laten iets aan zichzelf doen, ook veel die dat niet doen, maar het is een beetje een onderwerp waar niet echt over gepraat wordt. En dat wil ik in deze aflevering veranderen. Nou hoor ik je ook denken, wat heeft dit met fashion dilemma's te maken? Maar je hele voorkomen is natuurlijk hoe jij je wilt presenteren. Daar hoort kleding bij, maar ook hoe je gezicht eruit ziet. Draag je make-up? Laat je iets aan je gezicht doen als je ouder wordt en kraaienpootjes krijgt? Dus vandaar. En de aanleiding voor het onderwerp van deze video is dit bericht van de NOS. YouTubers aan de botox, jonge volgers kijken mee. Dat onderzoeken we deze aflevering tussen de dilemma's door. Want er zit zelfs ook al een fashion dilemma bij dat over kersttruien gaat. Hoe leuk, want kerst komt er ook aan. Dus we gaan door naar het eerste dilemma. Hoi Denise, ik heb wel eens zin om naar school een jungkook aan te doen. Maar hoe kun je dat het beste combineren zonder dat je er slonzig uitziet? Hallo, persoonlijk vind ik het heel erg lastig om een joggingsbroek er niet slonzig te laten uitzien. Het ligt natuurlijk ook wel aan wat voor joggingsbroek je hebt. Ik heb hier echt de ultieme joggingsbroek aan. Maar als je het dan toch heel graag wil dragen, zou ik zeggen, draag er een strakke top op. Zoiets als dit, bijvoorbeeld een colletje. Ook nog eens lekker warm bij je nek. En qua schoenen kom je toch al gauw uit op sneakers, denk ik. Want ja, een laarsje of hakken, dat vind ik weer niet echt staan bij zo'n broek. Dus ik hoop dat je er toch iets aan hebt. Hoi, ik heb deze donkerblauwe rok. En dat is een kokerrok met grijze strepen. En ja, die kleur blauw is eigenlijk heel raar. En ik heb geen idee wat voor panty ik daarbij. Want de donkerblauwe panty staat er eigenlijk niet echt leuk onder. Omdat die, ja, die kleuren combineren gewoon niet. Heb jij soms een tip? Vind je dat donkerblauw op zwart kan? Of vind je dat juist niet? Want ik vind het heel erg moeilijk. Hallo, ja, het blijft lastig. Zwart en blauw, kan het nou samen? Zelf ben ik er ook nog niet helemaal uit. Ik vind het niet altijd mooi. Het moet echt net even wat echter blauw zijn dan wanneer je echt donkerblauw met zwart doet. Maar met zo'n rok is het gewoon heel lastig combineren. En je kan natuurlijk een huidkleurige panty erbij aandoen. Maar ik denk dat gewoon zo'n zwart dat dat best wel kan met zo'n rok. Als je er een leuke top bij aandoet die er wel weer heel leuk bij matcht. En anders, als dit nou niet leuk blijkt te staan, dan zou ik zeggen, laat hem even hangen tot het voorjaar. Dan kun je hem dan weer helemaal vol gaan dragen. Tijd voor de fashionstelling. En zoals ik al in het intro zei, die heeft dus alles te maken met botox, fillers, je lippen opspuiten enzovoort. Oftewel, alles wat je aan je uiterlijk kunt veranderen. Maar laat jij je daar nou door beïnvloeden? Dus daarom de fashionstelling. Ik laat me beïnvloeden door wat ik bij andere YouTubers, en dan gaat het nu even om het gezicht, voorbij zie komen. Ik vind botox en lip opvullen kunnen, zolang het maar niet te veel is. Ik vind het eigenlijk heel erg slecht dat ze op YouTube komen, want het beïnvloedt zeg maar andere mensen om het ook te gaan laten doen, omdat ze denken dat het allemaal. Ik laat mezelf meestal niet beïnvloeden, maar ik vind zeker dat de video's op YouTube moeten staan voor mensen die het van plan zijn, maar niet goed weten wat er gaat gebeuren. Oké, duidelijk. En goed onder woorden gebracht. Heb jij nou ook je mening klaar en wil je die laten horen? Doe dat dan via de poll. Dan gaan wij gauw door naar het volgende onderdeel. Hallo, mijn vraag is, kunnen kersttruien nou wel of niet? Het is misschien wel een beetje vroeg, maar ik vroeg het me gewoon af. Hallo Deomi, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek en natuurlijk kunnen kersttruien. Ik vind ze heel gezellig en je mag ze nog wel heel even bewaren. 1 december vind ik een goede streefdatum, want dan zitten we echt in die decembermaand en dan kan je best je kersttrui uit de mottenballen halen. Hier nog even een outfit idee voor als je geen kersttrui hebt. Dit t-shirt heb ik van H&M Mannencollectie, draag er een vest overheen en zo heb je ook een leuke kerstoutfit. Dus dit is alvast iets om over een tijdje te gaan dragen. Boodschappen doen, een avondje naar vrienden en nog even langs de kliniek voor een botoxbeurt. Op die manier filmden meerdere vloggers de afgelopen tijd een cosmetische behandeling en gooiden het op YouTube. Zo gaat het bericht nog even door en daar komt natuurlijk kritiek op dat het gebeurt. Want jonge kijkers kijken ook. Is dat erg? Is dat niet erg? Nou, dat wil ik dus met jullie nu bespreken, deze video. Want is dat erg? Ik zal even aan mezelf in die leeftijd terug te denken en dan zie je altijd wel wat aan je lichaam wat je niet mooi vindt, nu nog hoor. Dus dat verdwijnt nooit, dat kan ik je alvast vertellen. Maar ik vond bijvoorbeeld vroeger mijn neus heel erg lelijk en ik snap eigenlijk niet waarom, want het valt reuze mee als ik er nu naar kijk.
Dat was eigenlijk het zelf. Nee, maar je hebt altijd wel iets waarvan je even denkt, oeh. En mijn moeder zegt altijd, je moet nooit vertellen wat je lelijk vindt aan je gezicht. Want dan gaan anderen het ook zien. Maar goed, daar kom ik zo op. Want ik wilde eerst vertellen, in mijn leeftijd vroeger, ik vond mijn neus dus niet mooi. En ik weet nog wel, in de tijd dat ik 13 tot 16 jaar oud was, waren er heel veel van die programma's op tv. Van die total makeovers. En dan werden echt hele gezichten verbouwd. Nou ja, ik heb dat dus in een cruciale leeftijd gekeken. Hè? Dat je onzeker bent, dat je misschien daar een voorbeeld aan neemt. Ik moet zeggen, zo'n gevoel heb ik daar niet aan overgehouden. Ik denk vooral dat het heel erg te maken heeft met je eigen zelfbeeld. Of je je daardoor laat beïnvloeden. Maar wat ik dus wel denk, die mensen op tv die kende ik totaal niet. Het was gewoon een man en die werkte op een kantoor ergens in Amerika. Had ik verder geen band mee, geen klik. Maar YouTubers, daar heb je wel een andere band mee als kijker. Want die persoon, ja, die ken je echt voor je gevoel. Dus ik snap wel dat sommigen zich daardoor laten beïnvloeden misschien. Daarnaast vind ik dat iedereen gewoon totaal zelf moet weten wat hij aan zijn gezicht laat doen. En ik vind ook vooral dat je dat gewoon moet laten zien als je daar behoefte aan hebt. En ik denk dat iedereen die het op YouTube zet best wel bewust is dat kinderen dat kijken en jongeren die misschien onzeker zijn. Maar ja, wat ik denk gewoon dat je heel erg moet nadenken, wat wil ik zelf? En dat je in je achterhoofd moet houden, als ik iets verander aan mijn gezicht of aan mijn lichaam, hoeft dat nog niet te betekenen dat ik me dan wel zeker voel. Of dat ik dan wel lekker in mijn vel zit. Het kan je leven wat makkelijker maken misschien. Het is niet alles. En dan zal ik nog vertellen waarom ik er niet aan begin, denk ik hoor. Want ja, ik zeg nooit meer nooit. Maar ik ben namelijk heel bang dat als ik dit bijvoorbeeld laat doen, dat ik dan denk, nou dan doe ik dit ook maar. En dan dit ook maar. En oh, na een half jaar, het is alweer uitgewerkt. Laat ik het maar weer doen. En misschien gaan we wel allemaal op elkaar lijken dan. Want lippen, ja, die wil je toch op een bepaalde dikte hebben. Je huid wil je even strak hebben. Nou ja, als je wat aan je neus laat doen, dan heb je daar ook een bepaalde modelneus voor in gedachten. Dus ik vind het heel moeilijk. Maar de main question is, laat je je er nou echt door beïnvloeden? Ik ben heel benieuwd. Ben je nou een jonge kijker of ben je ergens onzeker over? En denk je dan van, nou, die YouTuber die ik al heel lang volg, noem even als voorbeeld Marcia bijvoorbeeld, omdat zij dat heeft gedaan, nou, dan ga ik dat ook maar doen. Ik denk niet dat er heel veel mensen zo denken namelijk, maar misschien juist wel. Dus ik ben heel benieuwd. Laat je mening dus horen via de poll. En schrijf je mening ook zeker even uit in de reacties. Want ja, wie weet kunnen we hier nog eens een video op terugkomen. En kunnen we het nog verder bespreken. Want ik vind het eigenlijk wel heel erg interessant. Want terwijl ik dit allemaal heb verteld, heb ik eigenlijk alweer allerlei nieuwe ideeën. Dus voor nu op naar deel 2 van de fashionstelling. Ik laat me er niet door beïnvloeden. Ik vind het sowieso raar, botox en fillers en zo. Ik bedoel, je bent zoals je bent en zo ben je gemaakt door God en zo. En ja, je bent mooi zoals je bent, dus. Tuurlijk laat ik me niet beïnvloeden. Wat zij doen aan hun gezicht, bijvoorbeeld Marcia heeft botox ingespoten, ga ik het toch ook niet gelijk doen. Ik vind het allemaal onzin met dat botox doen. Want ja, je bent mooi zoals je bent. Maar als je dat wel wilt doen, dan verbied ik het je niet. Ja jongens, en de decembermaand komt eraan. Het duurt nog even 2 weken om precies te zijn als we uitgaan van de dinsdagen. En ik ga binnenkort dus ook de December Challenge van dit jaar bekendmaken aan jullie. Dus als je er zin in hebt, doe dan alvast een duimpje omhoog. En hou mijn kanaal goed in de gaten. Vergeet niet te abonneren als je echt helemaal niks wil missen. En altijd als eerste op de hoogte wilt zijn van alles. En dan ga ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Dankjewel voor het laten horen van je mening en ga in de comments hieronder nog even door. Want ik ben wel heel benieuwd hoe jullie nou precies denken over al die aanpassingen aan het gezicht, om het zo maar te noemen. Dankjewel voor het kijken en tot aanstaande dinsdag om 4 uur. Ciao!